Welkom allemaal voor weer een nieuwe video. Mijn naam is Evert Oosdam. Deze video staat geheel in het teken van lijnen en onderlijnen. Ik krijg vaak in mijn video's ook wel eens vragen van wat voor lijnen gebruik je? Nou, in deze video ga ik exact allemaal uitleggen welke lijnen ik gebruik, welke onderlijnen, het waarom, wat de eigenschappen van de lijnen en ja, welke lijn je voor welke vissoort kan gebruiken, sterkte en dat soort zaken. Dus vind je dat interessant? Blijf dan kijken. De meeste lijnen die we tegenwoordig gebruiken bij het moderne vissen op roofvis, maar ook karpervissen. Maar ja, ik ga puur op het roofvissen even inzoomen uiteraard. Dat zijn de zogenaamde Dyneema lijnen. Nou, wat even belangrijk is om te weten, Dyneema is eigenlijk een merknaam. Heel veel mensen zeggen altijd Dyneema tegen alle lijnen die ze zien. Maar dat is een veelgemaakte vergissing. Dyneema is dus echt een gepatenteerde merknaam. In 1979 is die lijn eigenlijk gepatenteerd door de Nederlandse bedrijven DSM. En die hebben eigenlijk een lijn ontwikkeld, ja, voor meerdere doeleinden. Maar uiteindelijk is dat ook in de hengelsport terechtgekomen. Nou, het zijn eigenlijk vezels, zo moet je dat zien. En die worden door middel van een speciale... een speciale weving, worden die eigenlijk gemaakt tot de moderne lijnen waar we nu mee vissen. Als je echt de Dyneema lijnen mee wil vissen, dan moet je op de verpakking kijken en dan moet het ook specifiek op vermeld zijn. Dyneema, ook met het R-teken, dat het registered teken. En dan vis je dus met de echte Dyneema lijnen. Dyneema is eigenlijk een supervezel. De officiële benaming is polyethyleen. En dat is eigenlijk een supersterke draad. En volgens de DSM geven die door dus dat ze 15 keer sterker zijn als staal in hetzelfde gewicht. Dus dat is een superkrachtige lijn. En je hebt ze tegenwoordig in de hengelsport, heb je ze eigenlijk al vanaf, volgens mij heb je al vanaf 400ste. Tot voor het big game vissen aan toe, tot 50, 60, 100ste lijnen. Dus de keuze en het gamma, dat is echt wel heel groot. Maar voordat we hier überhaupt de lijnen gaan behandelen, ga ik eerst even met jullie terug naar de hengels. Waarom ga ik naar de hengels? Het is belangrijk dat je bij de hengels precies weet welke draad... welke lijn je bij welke hengel wel kan gebruiken. Zoals ik al zei, is Dyneema 15 keer sterker dan staal. Dus als jij een hele zware lijn gaat gebruiken op een heel licht spinhengeltje en je slaat aan, dan hoef ik je niet uit te leggen wat er kan gebeuren. Dus het is altijd zaak dat als jij een hengel koopt, dat je precies weet, dat kan je vragen aan je winkelier, maar dat kan je ook testen, dat je precies weet welke lijn ook bij jouw hengel matcht. Zodat je bijvoorbeeld, als je een hele zware, strakke hengel gebruikt en je slaat aan en je gebruikt een super dun draadje, dan sla je gelijk je lijn door. Wat de eigenschappen ook zijn van die lijn. Dus het moet allemaal wel in balans zijn. Dus zoek een lijn die eigenlijk matcht met de eigenschappen van je hengel. Dus gebruik je zware hengels. Zorg dan dat je ook wat opschaalt in de zwaardere lijnen. Nou, ik persoonlijk vis altijd zo zwaar mogelijk. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Als ik bijvoorbeeld ga snoekvissen en ik vis met een rail voor jerkbaiten, vind ik persoonlijk, maar dat is mijn mening, het niet gewenst dat je met een heel dun lijntje vist. Je hoort vaak wel zeggen, sportief en... De snoek moet ook een kans hebben. Ik vind dat onzin, want sportief vissen, als je lijn breekt en de snoek zwemt weg met een plug, ik vind dat verder van sportief. Dus als ik bijvoorbeeld op mijn eigen hengels, ik gebruik de Pierre Mongeret Lizard X hengel, dat is een werpgewicht van 130 gram, gebruik ik gewoon een 4100ste Dyneema lijn erop. Dan kan je zeggen, dat is zwaar. Ja, natuurlijk is dat vrij zwaar, maar met werpen, omdat ik vis met een rail, heb je er ook nooit last van
dat je met de zware lijnen, ja, als een visje met een spinmolen, dan kunnen we erover discussiëren. Maar ik vis het liefste gewoon met zware lijnen. Je kan krachtige aanzetten maken, hard gooien, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je lijn breekt. En je hebt altijd over, ook op grote afstand, als je hard aanslaat, je lijn die breekt gewoon niet. Nogmaals, het is mijn theorie, maar ik vind gewoon, hè, dat is mijn ezelsbruggetje, hoe strakker je hengel, hoe zwaarder je moet vissen. En zeker op snoek heeft het helemaal geen zin om met een jerkbait hengel met een rail met 20 honderdsten te gaan vissen. Want de kans op lijnbreuk is veel te groot en als die vis wegzwemt met een plug in zijn bek, hoef ik denk ik niet uit te leggen. Bij het baarsvissen, maar ook het snoekbaarsvissen, dan kies ik eigenlijk weer een lijn die zo dun mogelijk is. Uiteraard altijd weer in combinatie met de sterkte van je hengel. He, dus ook weer niet te dun. Nou, in de regel houdt dat voor mij in dat ik altijd een 800ste lijn gebruik tot 1000ste. En dat voldoet meestal aan de trekkracht in combinatie met de hengels waar ik mee vis. Nou, ik ga jullie even uitleggen middels een voorbeeld. Ik heb hier een shed. Nou, en dan moet je even een voorstelling maken. Deze shed, die laat ik zeg maar recht onder mijn top zakken. En omdat ik zo dun mogelijk vis, hè, in dit geval zeg maar met 800ste, zal je als je waterweerstand krijgt, hè, denk aan stroming, zal die waarschijnlijk iets, hè, door de lijn iets door de stroming worden meegenomen. Maar hij blijft altijd eigenlijk recht onder je top hangen. Zeker voor de verticaal vissers is dat belangrijk. Hoe dikker jij je lijnen kiest, hè, ga je misschien wel naar een 1500ste lijntje. Of misschien nog wel zwaarder, hè, met bijvoorbeeld werpend vissen. Dan zal die weerstand natuurlijk, omdat die lijn dikker wordt, zal dus groter worden. Dus dan hangt die niet meer recht onder je, maar dan zal die hier meegaan. Dus dat heeft allemaal effect op het type visserij wat jij gaat doen. Dus hoe zwaarder de lijnen bij het subtiele baarsvissen. Ja, dat heeft dan ook weer de invloed op je presentatie. Dus je moet voor jezelf, als je een lijn kiest, altijd denken, oké, welke visserij ga ik doen? He, ga ik verticale dan het liefst zo dun mogelijk? He, ga ik werpend vissen? En dan kan je er misschien weer voor kiezen van iets zwaarder. Want dan kan je dus de lijndikte weer gebruiken in je voordeel. Dus je gooit in en omdat zeg maar, de stroming en de weerstand tijdens het binnenvissen lang is, heb je natuurlijk een langer zweefmoment. Omdat die lijn eigenlijk, ja, die wordt eigenlijk weggeduwd door de watervolume. Dus jouw kop en jouw shed, die zullen wat langzamer zinken. Nou, en zo kan je dus voor jezelf altijd de juiste lijn in combinatie met jouw visserij, in combinatie met je hengel, kan je kiezen. Dus even naar de hengelsportzaak gaan, doe mij even een zoveel honderdste lijntje. Ja, dan doe je jezelf tekort. Ik kijk altijd, oké, wat ga ik doen? Ga ik baarsvissen? Ga ik snoekbaarsvissen? Welke techniek ga ik daarbij gebruiken? Nou, ik doe veel werpend vissen. Nou, en dan weet ik, oké, met die type hengel, met die visserij, heb ik voor mijn visserij genoeg aan 1000ste lijntje. Dat is voldoende trekkracht, voldoende weerstand in het water. Het is niet te dik, maar ook niet te dun. Krijg ik een aanbeet, hè, van wat grotere vissen, dat je per ongeluk een snoek haakt, dan heb je ook nog kracht genoeg om hem af te drillen. Nou, en zo is eigenlijk mijn hele lijn-hengelcombinatie is gewoon in perfecte balans. Binnen het hele gamma van de gevlochten lijnen heb je ook nog onderling kwaliteitsverschillen. Dat doe ik niet op de merken, hè, want ieder merk dus tegenwoordig heeft gewoon goede lijnen op de markt. Maar ik doel echt op de samenstelling van de lijn zelf. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een lijn. Er staat op de verpakking heel duidelijk aangegeven, is een 4-carrier braid. Nou, wat houdt dat in? Wat ik al zei in de intro van de video. Alles wordt zeg maar geweven in een soort spinproces. Nou, deze lijn die heeft dus 4 kleine lijntjes wat samen weer 1 lijn maakt. Dus er zijn eigenlijk 4 draadjes die worden in elkaar geweven en dat maakt dan 1 lijn. Ik heb hier een lijn en die heeft zelfs 12 van die draadjes wat 1 lijn maakt. Nou, het voordeel is, hoe hoger aantal dunne draadjes, zeg maar, die 1 lijn maakt, hoe zachter jouw lijn is. Wat bedoel ik daarmee?
Als je ingooit tijdens het werpen en je hebt een lijn met zeg maar, zo min mogelijk draadjes die één lijn maken, dan hoor je eigenlijk je lijn door je ogen heen gaan. Dan hoor je echt een soort fluitend. En hoe groter het aantal draadjes, hoe zachter eigenlijk, hoe stiller, moet ik misschien zeggen, hoe stiller jouw lijn is tijdens het binnendraaien. En zeker voor de hele subtiele visserijen. Bijvoorbeeld het zeebaarsvissen wil ook nog wel eens de doorslag kunnen geven. Willen ze eigenlijk altijd fluisterstille lijntjes hebben. Nou, en ik heb hier bijvoorbeeld een lijntje. Dat is de flashlijn heet die. Nou, die is echt bijna geruisloos. Super mooi lijntje. Deze gebruikte ik bijvoorbeeld ook bij Perch Pro. Ja, dat kan soms echt het verschil maken tussen aanbeten krijgen of geen aanbeten krijgen. Over het algemeen zijn die hele stille lijnen. Dit is een X8 lijn, dat is een 8 breed. Die is echt super glad en super zacht en super stil door de ogen heen. Ja, het kan soms het verschil maken tussen vangen en niet vangen. Dus je ziet wat ik hiermee wil aangeven. Je hebt dus binnen de hele gevlochten lijnenrange heb je ook nog verschillende kwaliteiten. Nou, de hengelsportwinkelier die kan je daar perfect uitleg in geven. Ja, je hebt de wat goedkope lijn, die heb je al vanaf €15 voor een rolletje van 100 meter. Tot wel €40, €50 aan toe. Dat wil niet zeggen dat die van €50 veel te duur is. Want het is eigenlijk een beetje appels met peren vergelijken natuurlijk. Want die goedkopere lijn, die zal misschien uit minder draadjes. Hè, die zal misschien tijdens het binnendraaien veel meer herrie maken. En die andere lijn, die hoor je bijna niet. En die gaat eigenlijk fluisterzacht door jouw ogen heen. Nou ja, kies een lijn die bij jou past, bij je portemonnee past. Ja, en je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, je gaat ergens in het midden zitten, dat zo'n 12 carrier misschien te duur is. Een 4 dat je zegt van ja, die maakt te veel herrie. En dan ga je ergens een lijn zoeken die er tussenin zit. Belangrijk is altijd, heb vertrouwen in de lijn waar je mee vist. Want vertrouwen is de beste lijn. We hebben de gevlochten onderlijn gekozen. Een lijn die het beste bij ons past. Dan komt eigenlijk de volgende stap naar beneden, aan het einde letterlijk van de lijn. Dat zijn de onderlijnen. Nou, dat is altijd wel een gevoelig onderwerp. Je hebt eigenlijk in de moderne hengelsport twee kampen. Dus kamp fluorocarbon en kamp titanium. En eigenlijk die twee zijn continu met elkaar aan botsen. Van wij zijn beter, wij zijn beter, wij zijn beter. Nou, ik ga jullie vertellen wat ik gebruik voor welke visserij. Want ik gebruik ze namelijk beide. Nou, ik ga je uitleggen waarom. Ik ga beginnen bij fluorocarbon. Fluorocarbon gebruik ik eigenlijk uitsluitend en alleen bij het vissen op baars en op snoekbaars. Waarom gebruik ik daar fluorocarbon? Omdat ik vaak vis op bodemstructuren waar veel mosseltjes liggen. Waar veel takken liggen en dat soort zaken. Nou, en fluorocarbon, dat is eigenlijk wat slijtvaster als Dyneema. Zeker als je vist over mosseltjes. Zo'n fluorocarbon die kan dat veel beter handelen. Die scherpe structuurtjes onder water. Dus dat laatste gedeelte, zeg maar, vanaf je shed omhoog. Die komt toch vaak in aanraking met de bodem. Ja, en dan kies ik gewoon vaak fluorocarbon. Nou, welke dikte kies ik dan? Ik kies vaak als ik vis met kleine krenkies, want dan mag de weerstand iets meer zijn. En dan vis ik eigenlijk altijd rond de 3500ste. Ik ga eigenlijk nooit zwaarder. En vis ik met sheds, dus werpend vissen, dan kies ik eigenlijk een lijn tot max 2800ste. Nou, ik zie ook wel eens op de forums dat mensen fluorocarbon kiezen om eigenlijk toch ook tijdens het baarsvissen of snoekbaarsvissen een snoek te kunnen landen. Nou, mijn stelling, maar dat is puur mijn mening, fluorocarbon dat gaat pas weerstand bieden tegen snoek als je vanaf de 90-100ste. Alles eronder gaan ze zo doorheen.
Dus wil je een onderlijn kiezen, dat je zegt van dat past meer bij de visserij wat ik doe, maar ik wil ook de kans op een snoek, dan wil ik de snoek ook vangen. Of eigenlijk beter nog geen kunstaars spelen in de snoek, waardoor hij weer moet rondzwemmen. Ja, dan moet je eigenlijk niet fluorocarbon kiezen. Fluorocarbon, dus in mijn beleving, puur en alleen. Dat je dus mosselbanken, scherpe items onder water. Hè, die lijn kan er veel meer tegen, veel beter tegen als dat gevoelige gevlochten lijntje. Er zitten nog een aantal andere voordelen aan fluorocarbon. Er zit iets meer rek op. En dat is niet heel veel, maar er zit wel iets rek op. Als je een onderlijn hebt bijvoorbeeld van een meter. Ja, dus dan dat je iets meer rek hebt. En bijvoorbeeld bij het aanslaan. Het is ook doorzichtig. Ja, voor de mensen die er echt in geloven. Ja, ik laat het even in het midden. Maar het laatste stuk is onzichtbaar. Waarom laat ik in het midden? Een snoek die valt aan met een snelheid van 50 km per uur. Zou die het interesseren of dat laatste stukje onderlijn nou doorzichtig is of niet? Nou ja, sommige mensen geloven daarin. En ja, mijn mening is dan, blijf er ook in geloven. Hè, want vertrouwen, dat is de beste onderlijn. En het voordeel is, het is gewoon een stuk harder, hè, wat ik al zei. Dus fluorocarbon, zeker voor het baarsvissen en voor het snoekbaarsvissen, is eigenlijk wel een aanrader. Nu komt hij eigenlijk, ik zei het al, 90, 100ste gaan ze gewoon dwars doorheen de snoeken. Tuurlijk, ik moet wel eerlijk zeggen, als je een snoek erop krijgt, en ook al heb je maar, zeg maar in mijn geval 35-honderdste onderlijn erop, het is wel iets sterker, iets slijtvaster als dat je het niet gebruikt. Dus het is geen perfecte onderlijn om snoekentanden tegen te gaan. Zeker niet. Dan moet je echt wel een zwaardere lijn hebben. En dan praat ik echt wel over minimaal 90-honderdste. Nou, dat matcht niet met een 8 of 10-honderdste gevlochten lijntje. Dus, maar het helpt altijd iets beter als dat je helemaal geen onderlijn gebruikt. Nou, heb je in jouw visserij veel last van snoeken, ja, dan zeg ik van knoop er dan of aan jouw fluorocarbonlijn nog een extra onderlijntje van titanium aan, of laat de hele fluorocarbonlijn weg en doe er rechtstreeks een titaniumlijntje op. Nou, er is ook weer een verschil, hè, wat ik ook zei in de intro met Dyneema. Je hebt zoveel verschillende soorten gevlochten lijnen. Dat geldt eigenlijk ook voor de titanium. Je kan al heel goedkoop titanium krijgen. Je kan heel duur titanium krijgen en varianten ertussenin. En ook hier weer, het is altijd prijs-kwaliteit verhouding. Dus het goedkopere lijntje. Dat wil niet zeggen dat de rest van de merken allemaal te duur zijn. Want je betaalt altijd in hengelsportzaken gewoon het verschil in prijs-kwaliteit. In de regel is gewoon hoe duurder het titanium, hoe beter van kwaliteit. Want er zitten gewoon ook levels in. Nou, titanium heb je eigenlijk in vele gedaantes. Hier bijvoorbeeld van de No Kink Leaders. Nou, wat houdt het eigenlijk in, No Kink Leaders? In deze variant is het eigenlijk knoopbaar. Dit is een 20 pons lijntje, super dun. Uitermate geschikt voor baarsvissen. Snoek gaat hier ook niet doorheen. Het is heel, heel dun, maar heel slijtvast. En voor het baarsvissen, zeker als je een subtiele presentatie wil, is het gewoon echt een aanrader. En het mooie is, je kan dit gewoon aan een worteltje met een speciale knoop, kan je het gewoon vastzetten. En je kan het heel snel knopen alsof het er gewoon lijntje is. Dus vis je zeker in een gebied waar veel snoek voorkomt, kies dan altijd gewoon een titanium onderlijn. Titanium komt eigenlijk in twee uitvoeringen op de markt. En dat is de single strand. Je ziet het, deze blijft gewoon recht. Dit is gewoon, zeg maar, de naam zegt al single. Dus dat is één draad eigenlijk. En dit noemen ze ook wel in de volksmond stangen.
En deze gebruik ik in het geval heel vaak voor jerkbait vissen of het gooien met zware sheds. En het is gewoon een enkele stang. Je hebt dan ook nog de 7 Strand uitvoering. En je ziet, deze is veel flexibeler. Nou, 7 Strand, het woord zegt het al, dat zijn 7 draadjes in elkaar gevlochten. En je ziet, dat is super buigzaam. Ik gebruik dit eigenlijk nooit voor het jerkbait vissen. Dan gebruik ik altijd weer die stijve stangen. En waarom gebruik ik dat? Omdat je dan, als je gooit, gooit vaak niet in de knoop. En omdat dit soepel is, wil dit, als je werpt met jerkbaits, ja, nog wel eens in je dreggen haken. En deze gebruik ik meer, ja, als ik vis met grote sheds. Dus meer het beetkasten of het spinvissen. Dan gebruik ik in de regel 7 Strand. En ga ik jerkbaiten, dan gebruik ik de Single Strand stang. Nou, titanium is best wel duur. Als je gewoon een losse stang als deze in de winkel moet kopen. Voor een goede kwaliteit. Nou, deze is zeker goede kwaliteit. Die is speciaal ingebonden, zodat hij niet uit de sleeve kan gaan. Titanium is zeker de single strands. Die is geheugenloos. Wat houdt dat in? Op het moment dat je hem in een sleeve buigt, wil hij eigenlijk altijd weer teruggaan in zijn originele stand. Dus weer rechts schieten. Nou, knijp je hem te hard vast, dan breekt hij. Knijp je hem te zacht vast, dan schiet hij er weer uit. Nou, en deze, dit is van het merk Fintastic. Die zijn ingelust, afgebonden, vastgeknepen en daarna ook nog eens een keer gecoat. Dus die, ja, dat gaat gewoon nooit meer los. Nou, maar dan betaal je toch al gauw zo'n €12 voor een enkel stangetje. Dat is best wel serieus geld. Nou, als je zegt, nou, dat heb ik er niet voor over. Je hebt ook op de markt nog stangen. En koop dan niet gewoon een stalen stang, gewoon een simpel stalen stang. Maar koop hem dan altijd een assortiment memory free. Ja, dat het toch, als je een snoek erop krijgt, dat hij weer enigszins goed recht te buigen is. Want een kromme stang, dat beïnvloedt altijd je presentatie. En dan gaat je jerkbait echt als een zwabber door het water. Nou, het kamp titanium en het kamp fluorcarbon, daar zitten ook natuurlijk weer, ja, voor's en tegens. De criticasters over titanium zeggen altijd, ja, je ziet niet wanneer het breekt. Nou, dat klopt, want in één keer kan die doorgaan. Nou, bij mij is dat nog nooit gebeurd, dat een titaniumstang doorging. En ja, hoe komt dat eigenlijk? Moment dat ik zie dat er een knik in de titanium zit, dus dat hij echt in een hoek blijft staan, dan knip ik hem gelijk van mijn lijn af en dan vervang ik hem. Want dan is mijn vertrouwen weg. Ook je presentatie is niet meer optimaal. Dus dan vervang ik hem. En ik vis eigenlijk nooit langer als een maand of 6 met dezelfde stang. En dan gaan ze er sowieso af. Ja, vaak mensen die met titanium vissen, die knopen hem er één keer aan. Want het is natuurlijk een heel duurzaam product. Het blijft heel lang goed. Het is ook een duur product. Hè, vandaar dat mensen niet snel zeggen van, nou, na een paar maanden ga ik hem vervangen. Maar als je echt geen risico's wil nemen met titanium, ja, niet langer dan een maand of 6 mee vissen. Ook al ziet hij er nog perfect uit, gewoon eraf halen en vervangen. Kijk, want als je het vergelijkt in prijskwaliteit met de wat goedkopere lijnen, dan is het soms wel eens na één visdag al gebeurd. Omdat je stangen dan onder een hoek staan. Maar ja, dat zijn eigen keuzes. Ik zweer bij het snoekvissen, zweer ik bij het titanium. Want dan, die snoek die komt met zo'n snelheid vaak op jouw kunstaas af. In mijn beleving, maar ja, daar kunnen we van mening verschillen uiteraard. Maar in mijn beleving komt de snoek niet, net als een karper, even snuffelen, even kijken of er wel een onderlijntje aan zit. Vaak is het boem en dan komen ze. Ja, en dan weegt het voor mij niet op de sterkte van een titanium stang ten opzichte van een fluorcarbon lijn. De mensen die daar wel waarde aan hechten, uiteraard blijf gewoon met fluorcarbon vissen. Maar ik zeg altijd, ja, minimaal, echt minimaal, gewoon 90-100ste. Het liefst nog zwaarder.
En dan, ja, dan weet je zeker dat als je een snoek erop krijgt, dat het blijft zitten. Zowel fluorocarbon als titanium, het zijn natuurlijk geen heilige onderlijnen. Er valt voor alles wat te zeggen. Je hebt voor- en nadelen over titanium, maar dat heb je zeker ook over fluorocarbon. Ja, weeg voor jou de belangen. Dit is natuurlijk veel goedkoper als een titaniumstang. Ja, weeg voor jou gewoon de belangen en ook hier weer mee. Vertrouwen is de beste onderlijn. Nou, dan hebben we dus de gevlochten lijnen gehad. Dan hebben we de twee typen onderlijnen gehad die je kan gebruiken voor het roofvissen. En dan eigenlijk rest er nog ons de eindmontage. Nou, de eindmontage, wat ik altijd gebruik, hè, er zijn heel veel mogelijkheden natuurlijk, zijn eigenlijk voor de stangen gebruik ik eigenlijk alleen de clips. De zogenaamde stay-lock. Dat is een hele populaire. Nou, belangrijk bij de eindclips, dus daar waar jij de onderlijn vastmaakt aan het kunstaas. Ja, dat moet eigenlijk nooit, dat mag nooit loskomen. Want als je gooit en je speld staat open en je gooit een duur stuk kunstaas weg, dat is zonde. Of nog erger eigenlijk, dat die losschiet in de vissenbek. En dat daar een grote snoek met jouw kunstaas wegzwemt. Voor mij persoonlijk, en ik zeg het is mijn keuze. Hè, er zullen heel veel andere clips op de markt zijn. Maar is de stay-lock is eigenlijk de nummer 1 om de stang naar de kunstaasverbinding te maken. Vis ik op baars en snoekbaars in combinatie met fluorocarbon. Dan gebruik ik eigenlijk stevast de Festech clips. Het is een haakje met een bocht eraan en dan kan je heel makkelijk in en uit je kunstaas op en dat gaat gewoon niet los. Als je dit voor de eerste keer gebruikt, dan lijkt het er een beetje op van, hey, dat schiet toch makkelijk los. Nou, en ik vis er al jaren mee, ik denk al een jaar of 3, 4. En ik heb nog nooit in al die jaren dat een stuk kunstaas loskwam met zo'n Festech clip. Dus wat mij betreft een echte aanrader. Je kan snel wisselen. Zeker in de winter als het koud is. Hè, met koude vingers. Even die draaibeweging. Het zit vast. Wil je een nieuwe set erop. Je hebt hem zo los. En het schiet nooit los. Spelden daarentegen. Met de stay-lock nou, bijna uitgesloten. Maar die willen nog wel eens open gaan. En met de Festech clips heb je daar eigenlijk nooit geen last van. Koop je kant-en-klare stangen, dan zijn ze vaak voorzien van een warteltje. Nou, ik knip die er altijd af. Wel even goed knippen, dat je niet in je stang knipt, maar alleen puur in de wartel. Ik knip ze er vanaf. Waarom doe ik dat? Mijn vertrouwen zit er echt in dat ik mijn lijn direct aan de onderlijn wil vastknopen. Ik vind alles wat ertussen zit. Ja, is voor mij gewoon, ja, het kan in de knoop raken met gooien. En ik vind het eigenlijk gewoon hoe minder tierenlantijntjes er tussen jouw hoofdlijn en jouw kunstaas zitten, is beter. Nou, een onderlijn is gewoon een must. Daar kunnen we gewoon niet van buiten. Zeker niet als je op snoek vist. Maar ik vind alle extra's, die probeer ik altijd zoveel mogelijk van af te halen. Ook dit is weer persoonlijk. Er zijn heel veel mensen die het juist weer heel fijn vinden. Maar ik knip ze er gewoon vanaf. En dit zijn zeker hele goeie. Maar voor mij gewoon een no-go. En ja, ook hier weer een persoonlijke keuze. We hebben het gehad dus over de gevlochten lijnen. We hebben het gehad over de onderlijnen. En we hebben het gehad over de eindmontage. Dus de clips en de wartels. Ja, dan komen we eigenlijk bij het laatste onderwerp. Hoe maken we nu alles aan elkaar vast? Nou, het is belangrijk als je je molen al gaat opspoelen met Dyneema. Dyneema is een glad, heeft een gladde coating. Hè, maar niet alleen Dyneema, ook de gewone standaard gevlochten lijnen hebben allemaal een coating. Dus wat doe je als eerste als je een kale spoel hebt? Ik pak altijd eerst even een dunne draad van ongeveer een max 20/100ste aan gewoon nylon. Die bind ik op mijn spoel. Een meter of 3, 4 maak ik die vast. En ik check gewoon dat die er goed en strak met een goede knoop op zit. Doe je dat niet, leg je geen basis op jouw gladde ondergrond. Dan heb je dus kans, op het moment dat je aanslaat, dat de hele spoel
gaat de hele Dyneema, dat gewoon gaat draaien op je spoel. Dus dan lijkt het alsof de vis door de slip heen gaat, maar de slip staat stil. Maar het draait gewoon op jouw behuizing van jouw molen. Dus altijd, mocht je gevlochten lijnen gebruiken, eerst even wat gewoon nylon opspoelen. Niet een te dikke draad, dus zeker niet van 30, 40 honderdste. Want als je dan jouw lijntje eroverheen gaat spoelen van 8 of 10 honderdste, dan moet je eerst al die draad, zeg maar, assortiment gaan opvullen, voordat je weer een mooi geheel krijgt. En dan krijg je een heel bobbelig geheel op jouw molenspoel. Dus een dunne draad en dan daarna opspoelen. Nou, ik ga jullie laten zien, want dat is voor heel veel mensen ook altijd een vraag. Hoe maak je nu de fluorcarbon aan jouw Dyneema vast? Nou, ik heb daar eigenlijk een makkelijke, maar wel een hele goede knoop voor. Nou, die ga ik jullie laten zien nu. Dit is de uitgangspositie. Ik heb de fluorcarbonlijn, de gevlochten lijn, en die leg ik eigenlijk langs elkaar, dat ze evenwijdig aan elkaar lopen. Nou, ik begin zelf altijd met de fluorcarbonlijn. Wat doe ik daarmee? Dan maak ik eigenlijk een lus. En ik zorg dat als ik die lus maak, dat de gevlochten lijn op deze manier er langs blijft. Wat doe ik nu? Ik pak deze, het uiteinde, en die draai ik eigenlijk één keer, twee keer door zichzelf heen. En ik neem de gevlochten lijn neem ik mee. En nu zie je, dan krijg je een soort achtknoop wat je maakt. En dan die trek je voorzichtig, trek je dat aan. Nou, dan deze lijn, je ziet het, de gevlochten lijn, die kan je eigenlijk nog steeds er doorheen trekken. Die schuift nog. Nou, om het geheel wat makkelijker te maken, doe ik altijd even beide lijnen even draaien. Ik ben rechtshandig, dat vind ik gewoon makkelijker werken. Nu doe ik eigenlijk hetzelfde verhaal weer een keer. Ik maak weer een lus op deze manier. Dus ik heb nu weer een lusverbinding gemaakt. Ik zorg dat de fluorcarbonlijn ook weer evenwijdig ermee loopt. En nu ga ik, net deed ik het twee keer. En deze doe ik altijd zeven keer. En dan ga ik gewoon eigenlijk door zichzelf heen lussen. En belangrijk is dat je steeds de fluorcarbonlijn die hier loopt, dat je die ook meeneemt. Dus niet overslaan, maar je legt eigenlijk het uiteinde van de Dyneema, die vlecht je steeds over beide lijnen heen. En dat doe ik dan altijd zeven keer. Nou, zeven keer er doorheen gewikkeld. En dan trek je het geheel, trek je dan aan. En dan krijg je eigenlijk een mooie. En nou, hoe netter je hem aantrekt, hoe mooier die gaat schuiven. Nou, mocht je merken dat het niet goed schuift of dat het stroef is, wat doe ik altijd? Een heel klein beetje speeksel eigenlijk even. En dan trek je hem gewoon vast. Nou, nu zie je dat het best wel een mooie knoop is. Nou, ik gebruik voor de video even heel dik. Want dit is een 4800ste lijn. En deze, de fluorcarbon, die is dikker als een millimeter. Maar ja, anders dan, als ik dat heel dunne, dan zie je natuurlijk niet hoe het werkt. Nou, dan maak ik met speeksel even, doe ik meestal even in mijn mond, maak ik dit gedeelte ook altijd even wat nat. He, dan schuift het wat makkelijker. En wat ik dan doe, is ik trek het geheel eigenlijk langzaam naar elkaar toe. Nou, in dit geval zie je dat de knoop is niet helemaal hard aangetrokken, maar dat komt omdat je eigenlijk ik heb bijna 1,2 mm fluorcarbon. Maar dat is even voor de video, maar dan trek je hem aan. Nou, dan pak ik de lijn. Die zie je, die komt mooi strak langs de fluorcarbonlijn komt die af. Dan knip ik hem hier kort af, niet al te kort, want het maakt helemaal niet uit dat er een beetje over zit. Knip ik hem af, deze knip ik hier af. En dan trek ik hem aan. En dan heb je eigenlijk een hele simpele knoop om jouw fluorcarbonlijn, deze lijn, aan jouw gevlochten lijn vast te maken. Dan zijn we aangekomen bij het einde van de video.
Uiteraard, ik blijf het benadrukken, is dit mijn persoonlijke visie hoe ik vis met lijnen en onderlijnen. Want er is altijd discussie, wat is beter? Nou, dit is mijn visie en mijn visie hoeft uiteraard niet jullie visie te zijn. Nou, ik hoop in ieder geval dat ik voor de meeste kijkers misschien een open deur heb ingetrapt. Of wellicht een oja voor jullie heb laten zien. En misschien hebben jullie er ook wel wat van opgestoken. En dat is uiteindelijk mijn doel van de video's, om iets leerzaams te vertellen. Mijn kennis, hè, ik vis al 50 jaar, om mijn kennis weer door te geven aan de next generation. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Voordat ik de video wil afsluiten, wil ik eigenlijk een giveaway doen. Ik wil weggeven aan jullie een doos Strikewire en dan in de flash. Deze lijn die gebruikten wij ook bij Perch Pro. Het is een hele zachte, gladde lijn. Perfect voor het baarsvissen. Het is ook een 1200ste lijntje. En wil je deze lijn graag hebben? Even mijn video liken, abonneer op mijn kanaal en schrijf even in de comments van deze video waarom je het een leuke video vond. En waarom je graag deze flashline van Strikepro Strikewire wil uitproberen. En wellicht ben jij de winnaar van deze mooie lijn. Dan wil ik jullie bedanken voor hier. Mocht je het een leuke video hebben gevonden, druk even op de subscribe. Hè, dan mis je nooit een nieuwe video. En dan wil ik jullie eigenlijk bedanken. En hopelijk zie ik jullie snel weer eens aan de waterkant. Of wellicht weer bij een nieuwe video. Dankjewel en keep on hammering.